Ik ben weer Fake Lego en dit is deel 2 van de speciale truc. Ik leg nog eventjes een paar dingetjes uit voor de mensen die deel 1 nog niet hebben gezien. Dit is de koningin. De boer, de koning en koningin tellen dus voor 10. En de aas. Die telt als 1. Je ziet ook maar eentje. Dus ja. Dan gaan we dadelijk tot 10 tellen. Dus. De truc werkt zo. Je gaat dus steeds stapjes van 10 tot 10 maken. 9. 10. En 10, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, en zo ga je door. Oké, dus je houdt dus de rest over. Je draait dus om. En dan vraag je dus aan de andere als die dus 3 stapjes wil pakken. Maar nu doe ik het even zelf. En die 3 stapjes moeten 3 of meer kaarten hebben. Dus deze hebben 3 of meer kaarten. Dus die kies ik. En die moest je dus omdraaien. Deze heeft 3 of meer. En deze heeft dus 3 of meer. Dus oké. Dus die draai je om. En de rest geeft die tegenstander. Dus ja, degene waar je de truc op doet. Geeft dus de rest van de kaarten aan jou. Oké. Nu komt het moeilijkste stuk. Want hier moet je eigenlijk gaan tellen. Ik laat het even zo zien. Dus je draait eigenlijk zo om, zodat de ander iets niet kan zien, maar jij mag ook niet zien welke stapjes die heeft gekozen. Maar je gaat dan eigenlijk zo, tel je eerst 19, dus 1, 2, 3, 4, en de ander mag het eigenlijk niet horen. Dus ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oké, dus je hebt er 19 gepakt. Die leg je eventjes gewoon op je schouder of die leg je gewoon ergens neer dat de ander het niet kan zien. Ik hou hem even zo vast, zodat ik weer... en dan komt het volgende eigenlijk. Anders duik ik hem hier wel neer. Dan vraag je aan de ander, terwijl ik nog steeds zo zit, om de bovenste om te draaien van een van de stapeltjes. Als hij die omdraait, dan zegt hij bij deze, dus 1. En dan pak ik er dus zo 1. En die leg ik dan eigenlijk zo, leg die erop. Dan pakt hij de volgende, dat is ook 1. Dus pak ik weer 1. En dan tel ik 1. Dit is heel moeilijk, want je moet echt goed tellen. Dus 1, 2, 3, 4, 5. En dan draai ik die laatste om en dan is het een 5. Nou, het is bij mij vaak verkeerd gegaan, dus het was heel moeilijk. Maar als je goed oefent en goed telt, dan lukt het wel. Dus hij kan best moeilijk zijn. Ja, dit was dus de truc. En vergeet niet te liken en te subscriben.
En tot de volgende keer. Doei!